In deze Lambert Actueel praat ik u bij over internet, Internet of Things, slimme specialisatie en strategie tussen diverse Europese investeringsfondsen. Tegenwoordig doen we bijna alles met onze smartphone, alleen bellen en sms'en is verleden tijd. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Zo gebruiken we onze telefoon om online te bankieren en onze sociale media te checken. We spreken over Internet of Things en sommigen over Internet of Everything. Denk aan de verlichting in uw huis die aangaat wanneer u binnenkomt. Of de koelkast die zelf producten bestelt. Dit biedt vele mogelijkheden. Toch roept het ook vragen op. Hoe veilig zijn deze mobiele functies? Hoe kijken we aan tegen privacy? Op het Mobile World Congress in Barcelona, de grootste telecombeurs ter wereld, zal ik de komende dagen hierover spreken. Met belangrijke spelers uit politiek, collega's, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Met Europa voorop, Europa in de lead. Zo zie ik het graag. Ten tweede, door slimme specialisatie dichten we de innovatiekloof die is ontstaan in Europa tussen meer ontwikkelde en minder ontwikkelde delen, minder ontwikkelde regio's. Hiermee voorkomen we dat iedere regio het wiel opnieuw probeert uit te vinden op weg naar meer groei en banen. Alle lidstaten hebben inmiddels slimme specialisatiestrategieën vastgesteld. Daarbij denk ik aan thema's die ook in Nederland van belang zijn, agro en food, luchtvaart en de mobiele automotive industrie. Lokale en regionale autoriteiten staan centraal in dit proces. Deze week geef ik twee keer mijn visie op die slimme specialisatie. Allereerst hier in het Europees Parlement en daarna tijdens een conferentie in de buurt in Brussel van het Comité van de Regio's. Over een rapport wat gaat over die uitdagingen naar meer groei en naar meer banen in de toekomst. Ten derde, de regio's vormen in onze visie een belangrijke motor voor de Europese economie. Ik spreek op een conferentie in Haarlem later deze week over de rol van de regio's en dan wat Europa daar in de investeringen aan kan bijdragen. Er moet een betere balans komen tussen subsidies en andere financiële instrumenten zoals leningen en garantstellingen. Een goed voorbeeld daarvan is ook het Juncker-fonds, het zogenaamde EFSI, dat een aanvulling is op de Europese structuurfondsen. Ik pleit allang voor synergieën tussen de Europese fondsen. Wilt u meer weten? Bezoek dan mijn website lambertvannistelrooy.nl. Ik dank u wel.